Niets vermoedend doen Mandy Kampen en haar dochter boodschappen. Na afgerekend te hebben bij de kassa, krijgen ze de schrik van hun leven. Kijk achterom en er rent een jonge man met een helm op. En een politiemotoragent erachteraan op een rijdende motor. Het leek alsof ik in een slechte film zat. Ik schrok, ik stond perplex. Het was zo'n rare situatie. Toen kwamen ze toch wel met een best wel een vaartje op ons af, zeg maar. De motoragent achtervolgde een jongen die eerder op zijn brommer een stopteken negeerde bij een verkeerscontrole. Mandy Kampen vindt de actie onverantwoord. Ik vind het eigenlijk niet kunnen. Er lopen kinderen, oudere mensen, kunnen ineens uit het gangpad komen. Mensen verwachten daar geen verkeer. Toch vindt de politie dat de motoragent goed gehandeld heeft. We kijken dus echt per incident van, is dit noodzakelijk? En op dat moment heeft die collega dat wel ingeschat. En het is gelukkig goed afgelopen. De agent wist uiteindelijk de jongen in de kraag te vatten. Die kreeg 3 bekeuringen. Onder andere omdat zijn brommer opgevoerd was.